Ja, het is zover. Het is gelukt. Eindelijk kunnen we Misha hier ontvangen in de OBA. We hebben een paar keer moeten uitstellen, want er was, zoals iedereen weet, corona. En toen was het wel en toen mocht het niet. Nu doen we het zo. En op deze manier bereiken we misschien zelfs nog wel meer mensen dan op de zondagmiddag in de zaal. Want u kunt het kijken, u kunt tegen iedereen zeggen, moet je eens kijken wat interessant, poëzie op zondag, maar dan op een andere dag. Vandaag Misha Andriessen, onze gast. Ik zal zo het een en ander over hem vertellen. Maar we beginnen altijd op de zondagmiddag met een andere dichter. En dat is dan een dichter die een beetje zal helpen om de gast van de dag zelf te ontvangen. En dat is in dit geval een Deense dichteres, Inger Christensen. En dit boekje dateert al uit het jaar 1981, althans in het Deens. En ze is heel erg mooi vertaald door, moet ik het goed zeggen, Annelies van Hees. En dat was knap om dat goed te doen, want de hele bundel heet Alfabet. En de dichteres heeft de bundel letter voor letter opgezet. Ik lees een aantal letters en spring dan door naar een volgende letter. Maar natuurlijk correspondeert niet precies het Deens met het Nederlands. Maar u zult horen en zien dat ze een heel eind is gekomen, deze mooie vertaalster. Alfabet. De abrikozenbomen bestaan. De abrikozenbomen bestaan. De varens bestaan en bramen. Bramen. En broom bestaat. En waterstof. Waterstof. De cicaden bestaan. Cigorij, groom en citroenbomen bestaan. Cicaden bestaan. De cicade, ceder, cypres, cerebellum. De duiven bestaan. De dromers, de poppen, de doders bestaan. De duiven. Damp, dioxine en de dagen. De dagen bestaan. De dagen, de dood. En de gedichten bestaan. De gedichten, de dagen, de dood. De herfst bestaat. De nasmaak en het nadenken bestaan. En de inkeer bestaat. De engelen, de weduwen en de eland bestaan. De details bestaan, de herinnering. Het licht der herinnering en het nalichten bestaan. De eik en de olm bestaan en de jeneverboom, de gelijkheid, de eenzaamheid bestaan en de eidereend en de spin bestaan en de azijn bestaat en wat na ons komt en wat na ons komt. De reiger bestaat, met zijn grijsblauwe gebogen rug bestaat hij, met zijn kuif zwart en zijn staart pennen bestaat hij, in kolonies bestaat hij. In de zogenaamde oude wereld bestaan ook de vissen en de visarend, de sneeuwhoen, de valk, het reukglas en de kleuren van de schapen. Het atoomafval bestaat en de vijgenboom bestaat. De fouten bestaan, de groven, de systematische, de toevallige, de afstandsbesturing bestaat en de vogels en vruchtbomen bestaan. En de vruchten in de moestuin waar de abrikozenbomen bestaan. De abrikozenbomen bestaan. In landen waar de warmte juist die kleur vruchtvlees voortbrengt die abrikozenbomen hebben. Waarom is dit nou mooi? Waarom is dit nou goed? Je vertelde net dat je ook op de schrijversvakschool deze gedichten wel voorlegt. Ja, kijk, dit is een van die zeldzame bundels waar een heleboel dingen bij elkaar komen. Dus er is eigenlijk een dubbel vormprincipe wat ze hanteert. Aan de ene kant het vormprincipe van het alfabet. Maar er zit ook nog het vormprincipe van de Fibonacci-code. Dus ze heeft de lengte van de gedichten gebaseerd op die dat rekensysteem. Dus 1 plus 1 is 2, 2 plus 1 is 3, 3 plus 2 is 5. En zo ga je helemaal verder. En dat systeem komt overeen met de gulden snede, dus de ideale maatgeving. Mm-hmm. En die bijvoorbeeld in het hoe heet dat, van een
van een honingcel, zo'n honingraad, ja. Raad, en in allerlei bladen en stengels komen allemaal dezelfde maatvoering tussen terug. En door het herhalen van het bestaat, dit bestaat, dat bestaat, het is een soort mantra-achtig. Een mantra. Het is ook een iets wat we in het Nederlands niet zo goed kennen, maar wel in veel religies, dat je het gewoon door te benoemen tot leven wekt. En verderop in de bundel, naarmate de gedichten langer worden, het gaat ook over, het begint niet voor niks over waterstof en bromide, er komen ook allerlei oorlogsbeelden en dat soort dingen. Het is ongelooflijk dat er eigenlijk in de stek van één zo'n bundel de hele wereld van oorsprong tot einde zo'n beetje gevangen wordt. Hij zou opnieuw uitgegeven moeten worden, hè? Vind ik wel, ja. En hij is, het is wat je zegt, ontzettend mooi vertaald. En zo simpel, en ik weet nog dat ik hem vond, en dat ik de eerste bladzijde, abrikozenbomen bestaan. En je zegt dan terecht de vraag van waarom is dat mooi? En ik was tot tranen geroerd dat iemand dat durft. Gewoon met die twee woorden. Openen. En dat en is het hele gedicht. Komen, ja. En ik heb dus voor mijn nieuwe bundel, dus puur toeval, want je had dit al uitgekozen, me daar heel erg door laten inspireren. Maar dat is natuurlijk het geheim. Waarom is dat dan ontroerend dat iemand gewoon het benoemen van een abrikozenboom tot kunst verheft? Dat is, als we dat wisten. Ja. Maar dat mooi, ongelooflijk. Het geheim van Christensen. Ja. Misha Andriessen. Hij debuteerde in 2008 met de bundel Uitzien met D, waarin hij een verloren vriendschap centraal stelt. Voor deze bundel ontving hij de C. Buddingprijs. Ik weet nooit of je Kees Budding of C.'s Budding zegt. C.'s Budding. Ja. In Huisverraad, een andere titel uit 2014, is het verlangen naar houvast, naar een richting, het bestaan een leidraad. En over Dwalmgasten, de derde bundel, schreef Trouw: het zijn bedriegelijk kalme regels die je soms de adem benemen. Datzelfde zou je kunnen zeggen over de laatste bundel van Misha Andriessen, Winterlaken. Hierin volgt de lezer in een retrospectief stap voor stap de ontwikkeling van een liefde van twee mensen die door een groot verdriet, een verlies, elkaar zijn kwijtgeraakt. Ze ontmoeten elkaar even, verliezen elkaar weer en zoeken het spoor van hun liefde terug. Vaak treffen we de hoofdrolspelers in een tuin, achter een raam, bij het water, aan de rand van het water waarin je kunt verdwijnen. Soms wordt een gedicht gesplitst in twee stemmen. Of je leest een brede proza-tekst, dan volgt weer een gedicht met korte regels die altijd zonder interpunctie en met een hoofdletter aan het begin van de regel worden gepresenteerd. Door de herhalingen en de minieme verschuivingen heeft de taal soms een fraai soort bedwelmend effect. De gedichten hebben verschillende ontstaansgeschiedenissen, lees ik achter in de bundel, en daarover zullen we het straks misschien nog hebben, maar ze vormen één geheel. Niet als een doorgaande vertelling, het lijkt wel of je een fotoboek doorbladert, waarin steeds een gebeurtenis of beeld opduikt. Een muziek. Sommige gedichten zouden zich goed lenen als songtekst. En dat is niet zo heel vreemd, want Andriessen schrijft ook over beeldende kunst en jazz. En in zijn verantwoording verwijst hij daar ook naar. In de gedichten is sprake van radicale veranderingen. De dichter heeft zich, zoals in eerder werk, opnieuw laten inspireren door de metamorfose van Ovidius. Ook duiken er soms woorden op in een dialect dat de personages met elkaar spreken. Er is in deze bundel een spanningsveld tussen de vertelling, die door wil gaan, en de uiterst gedetailleerde beschrijvingen van de bewegingen en de gedachten van de personages. In de bundel vinden we een bijzondere verzameling gedichten rond één thema. Misha Andriessen. Dankjewel. En met dat thema maar beginnen, want het is, zoals ik al zei, in vorm een hele diverse bundel. En toch is het een grote eenheid. Misschien aansluitend op waar we het net over hadden. Ja. Hoe is in die zin de bundel ontstaan? Hoe is hij tot een eenheid gegroeid, laat ik het zo zeggen? Ja, kijk, ik probeer altijd eerst, dus in deze bundel en in degene die eraan komt, is die tijd wat korter geweest. Maar meestal heb ik eerst een soort vrij zwemmen tijd, dus waar ik gewoon schrijf, zonder me te bekommeren over waar dat dan heen gaat. En dan op een gegeven moment blijkt altijd, ik denk dat je thema's en je trauma's eigenlijk
altijd wel dichtbij hebt. En dat dit op een gegeven moment komen die naar voren. En dat ik zelf ontdek van, hé, het gaat hierover. En dat was hier vrij snel zo. Dus ik zag op een gegeven moment dat het over gemis ging. Dat er veel gedichten over gemis gingen, over verlies. En ik dacht, dat moet wel concreet zijn. Anders is het een raar iets. Dat je, wat mis je dan? Dus daar zoek ik dan een vorm voor. In dit geval is dat heel... Dat was wel een beetje schokkend iets. Dat ik denk, het moet een verdronken kind zijn. En maar vaak als iets heel duidelijk benoemd is, hoef je het daarna eigenlijk er nauwelijks meer over te hebben. En dat merk je denk ik wel in die bundel. Dat het in de meeste gedichten niet per se benoemd meer hoeft te worden. Omdat het al gezegd is. En dat het dan erom gaat wat die mensen daarmee doen. En hoe ik heb in mijn inleiding niet gezegd het verdronken kind. Omdat het ook natuurlijk een soort het geheim is van die vertelling. Maar je hebt het ook achterop de bundel gezet. Ja, dat het een cruciale scène is. Ja, kijk, wat ik nooit doe, er zitten natuurlijk altijd redenen waarom je bij iets uitkomt. En dat is helemaal afgesloten op het moment dat ik de vorm vind. Dan is dat het verhaal. In dat verhaal zelf, het gaat daarover. Dus dat mag dan ook benoemd worden. Maar eigenlijk omdat het een soort springplank is. Het is, ik bedoel, dat is de katalysator van alles wat er in die bundel gebeurt. En eigenlijk gaat het me om die dingen. Het gaat me om hoe die man en die vrouw naar elkaar toe en van elkaar afgaan. Ja. Het is een soort dans. Het gaat me om dat aan de ene kant, je zei die popliedjes. Dus aan de ene kant dacht ik van, als je nou over een liefde spreekt, heb je van die momentjes dat je ergens langs loopt en er klinkt iets en dan denk je, oh ja, dat was toen. Ja. En, dus dat zit erin. En aan de andere kant het hele grote, dus al die mythes van al die liefdesverhalen uit Ovidius, waarin iemand zich opoffert voor de ander. Ja. Of waar een moeder in een vijver verandert omdat de zoon een zwaan wordt. En dat soort beelden. En dat is een thema dat jou al langer fascineert. Ja. En dat heeft er ook mee te maken. Ik hou heel erg van het kleine gedicht. Of het iets langere gedicht, maar niet de maar ik wil ook graag dat het een soort verband aangaat. Mm-hmm. En niet alleen binnen zo'n bundel. Dus ik werk graag met vormen en concepten binnen zo'n bundel. Maar eigenlijk ook in een breder geheel, in een geschiedenis of in een... Ja, want je verwijst ook in je nawoord, of je verantwoording, schrijf je ook, geef je nogal heel veel, geef je veel prijs van wat je geïnspireerd heeft of wat de bron is, zoals je dat noemt. Ja. Dat vind je erbij horen, dat we dat als lezer kunnen terugvinden of... Nou, ik vind het aan de ene kant vind ik het gewoon een netjes naar degene die iets gemaakt hebben om dat te noemen. Aan de andere kant zit er dan denk ik toch iets meer schoolmeester in me dan ik realiseer. Denk ik van, is ook wel fijn. Ik heb het zelf. Zoek het maar eens op of zo. Nou ja, weet je, toen ik 23 was, toen had ik in één keer acuut. Ik ging elke dag naar een popconcert of een rockconcert. En in één keer merk ik, het werkt niet meer. Ik had er acuut genoeg van. Ik probeer het nog 2 of 3 keer. Ik kon er niet meer tegen. En toen denk ik, wat moet ik nu? Zonder muziek, dat gaat niet. En toen ben ik jazz maar gaan proberen. Dus ging ik naar de platenwinkel. Kocht een plaat voor 5 gulden of zo. En door te lezen wat er op die hoes stond en wie er dan met wie speelde, heb ik mezelf daar wegwijs gemaakt. Ja. En ik vond dat ontzettend leuk. En ik zie dat de meeste mensen die verantwoording niet lezen en dat is prima. Maar degene die daar iets in vindt en die denkt... Is die platenbak eigenlijk die waar jij in gezocht hebt? Ja, het is niet dan... om van kijk nou eens wat ik allemaal weet. Het is van, nou ja... Nee, maar zo heb ik het ook absoluut niet gelezen. Nee, maar je kunt dat vinden. Dus op die manier. En in dit geval kwam dat bij elkaar. Ik vond toevallig weer in een platenbak Een oude plaat van Tim Buckley, waar dat liedje Song to the Siren op staat. Een prachtige tekst is en een prachtig liedje. En ik
ik zag al dat er heel veel water in de gedichten zat. Ik zag al dat er heel veel mythologie, dat er heel veel muziek in die gedichten zat. Ik denk, ik heb het. Ik heb het Mag ik je vragen iets voor te lezen? Natuurlijk. Want bij Ovidius komen die transformaties voor. Hè? Ja. Dat is wat jou interesseert en fascineert. Ik geloof dat hij kwam niet terug. Dat daar die grote metamorfose in zit. Ja. Ja. En nestelingen. Ja. Ja. Zou je daar... Het leidt te ver om het helemaal te doen. Want het is een van de Hebreeën teksten die er in de bundel staan. Maar... Ik zal wel iets, als dat mag, vertellen. Ja, ik ben 5-6 jaar geleden gevraagd door de mensen van Dichters in de Prinsentuin om een voorstelling te maken met tekst en muziek. En dit stuk is een bewerking van de openingsscène van dat stuk. En ik heb dat was stom toevallig, dat ging heel ergens anders over. En in één keer merkte ik, het past erin. Past naadloos in de ja, ja. Ja, ik heb alleen, hij kwam niet terug, was het geloof ik. Het kwam niet terug, dat is nestelingen. Het kwam niet terug. Ook als het donker was, stond ze op de uitkijk aan de waterkant. De vingers van haar rechterhand een vrijwel weerloos dak tegen afwisselend zon en wind. Ze luisterde, wikte de geluiden, verdrong de beelden die door het gekolder boven kwamen, dwong daarvoor haar eigen in de plaats. Hij bracht haar op gezette tijden eten en drinken, veegde zand en vuil van haar gezicht, vroeg haar, naar streekgewoonte met niet meer dan een handvol woorden, telkens opnieuw om vergeven naar huis te komen. Liet haar niettemin begaan, wanneer zij net zo zuinig zei, nog evenkes. Hij begreep het wel. Ook hij hield de blik nauwlettend op de tuin, de deurklink. Hoorde in elk geluid een stap, een stem, een snik. Overdag zat hij wezenloos in de kamer. 'S Nachts lag hij zwetend wakker en woelde om mak. Dat hij überhaupt dacht te kunnen slapen was waanzin natuurlijk. Een begoocheling van zijn doorgaans nuchter verstand. Hij wist het. Hij wist ook dat doen alsof zijn enige kans was. 3 maal daags zou hij, of het een gemene zaak was van het water weggaan, het zandpad terugnemen en haar daar in de duinen verkild turend achterlaten. Alleen zo zou hij haar wellicht kunnen overhalen naar huis te komen. Maar elke dag opnieuw dacht ze een schim te zien naderen en legde hij de terugweg in zijn eentje af. Staand in de keuken hield hij met wijd open ogen tuin en deurklink onophoudelijk in de gaten. Ze kwam niet, bleef waar ze was. Weken had ze op wacht gestaan toen zij over heel haar lichaam veren kreeg. Haar verweerde handen en armen werden vleugels, haar benen en voeten veranderden in scherp geklauwde poten. Haar eerst zo zachte, minzame stem bracht nu niets meer voort dan klagelijke, onverstaanbare klanken. Een schor gekrijs. Alleen haar gezicht bleef onveranderd. Althans, het werd zoals het was geweest. Lieflijk. Zonder de lijnen van kommervolle zorg en lodig werk. Toen steeg ze op. Fladderde tot boven haar eigen wepele huis, waar hij bij het open raam stond te roken. Dacht dat hij haar herkende. Toen zeker wist dat hij zot aan het worden was. Ze kraste. Een groet, een klacht, een gebed. Waarop hij de ramen sloot. Zij haar zoeken elders voortzette. Hoog boven de zee zocht ze de oppervlakte van het water af. Dook bij alles wat haar aandacht trok in de schuimende golven, greep ze omzichtig als haar met de vlijmende nagels was vergund. Vast wat haar dreef. Haalde het boven. Zag ontzet dat het niets dan wrakhout was. Een losgeraakt baken. Een fles zonder brief. Ja, even het tot kwam hier. Niet terug. Ja, het kwam niet terug. Ja. Toen ik het las, was het echt een schok dat ze veren kregen. Het zit natuurlijk op een bepaalde manier in die bundel. Het werd ook niet aangekondigd. Dus wat jij dan met het abrikozenboom bestaan hebt. Had ik, hè? Weet je, ze krijgt veren. Ze krijgt veren. Dan, ja. Ja. Hoe ben je bij die Ovidius gekomen? Via een vriend, een kunstenaar, B.C. Epker.
die mij... Ik had het al wel eens gelezen, maar hij wilde een gezamenlijk project doen. En hij had twee verhalen uitgekozen. Dat heb ik in mijn vorige bundel in het Wamgasten gebruikt. En het heeft me niet meer losgelaten. Het is, En wat is het eraan? Het is de combinatie van verbeeldingskracht, van het vinden van de vorm. Dat is ook wat ik in mijn lessen probeer. Dat, je wil iets uitdrukken. En wat is dat dan? Of dat nou liefde is of angst of weet ik veel wat. Dat zit in iets. Er zijn niet voor niks, daar zijn we eeuwen mee bezig. Wat drukt dat uit? Waarom hebben we op de kerken bepaalde valken of weet ik veel wat? Dat, daar zijn we naar op zoek. Dus dat zit in die Ovidius. Aan de andere kant zitten alle extreme van de menselijke emotie en het menselijke handelen zitten daar ene, en er zitten de meest gruwelijke verhalen in en de meest mooie die ik ooit gelezen heb. En daar is eigenlijk geen oordeel. Dus er is, het zijn gebeurtenissen. Ja. Opsommingen, die verandert in een zwaan, die verandert in een hert en wordt verscheurd. Maar dat zit ook in die zin niet in jouw bundel. Er zit geen oordeel in over wat er gebeurt. Wie er gebeurt, is natuurlijk iets heel verschrikkelijks gebeurd. Ja. Gelukkig heb ik begrepen niet in je eigen bestaan, maar dat is een keuze voor de bundel. Er verdrinkt een kind. Ja. En... Maar die twee personages die uit elkaar gaan en weer naar elkaar toe komen, hij veroordeelt haar niet, als ik het maar even hij mag noemen. Ja. Dat is er niet aan de hand. Nee, nee. Nee, dus ik moet nog bedenken waarom dat is. Maar beweging speelt in al mijn boeken een enorme rol. Dus veel meer dan psychologie bijvoorbeeld. Dus bewegingen drukken voor mij iets uit. Mm-hmm. En in dit boek is het voor het eerst eigenlijk waar de beweging zelf al haast het verhaal vertelt. Ja. Dus dat waarin die, en dat is natuurlijk die beweging van de eb en vloed, en dat is de beweging van de man die weggaat en weer terugkomt, en de vrouw die gaat vliegen en weer. Daar zit volgens mij die essentie. Het is aan de ene kant heel talig, want je bent ook verliefd op taal. Dat lees ik wel als je schrijft. Maar het is ook bijna filmisch. Filmisch kan ook bestaan zonder woorden. Nou ja, er gebeuren een paar dingen in deze bundel. Het ene is, daar heb ik wel even over getwijfeld. Op een gegeven moment ben ik die proza-gedichten ertussen gaan doen. En mijn redacteur zei toen van, ga je het dan uitleggen wat er aan de hand is? En toen zei ik van, misschien. Maar voor mij is het een mogelijkheid om veel verder te reiken. Want ik heb een soort basis waar iedereen tot terug kan keren. En van daaruit kan ik, ik kan naar Ovidius, ik kan naar alle popliedjes. Ik kan in taal veel meer doen. Veel meer ingewikkelde woorden en synoniemen gebruiken dan ik daarvoor heb gedaan. Ja. En het gekke was, terwijl ik ermee bezig was, en dat klinkt misschien een beetje pathetisch, maar ik kreeg, ik had een paar keer over Orpheus geschreven, ik kreeg zelf een beetje zo'n gevoel van, ik moet die twee of dat kind, ik moet dat weer bovenhalen. Dus ik moet met muziek dat tot leven wekken. En dat gaf mij een soort verantwoording voor mezelf of opdracht om te zeggen, haal het maximale uit de musicaliteit van de taal, die veel heel anders is dan bijvoorbeeld mijn debuut, wat heel korte, puntige, lichte gedichten zijn. En de andere bundels zijn soms ook heel kortaf en mm-hmm. hard. En hier gaat het soms een hele andere kant op. En mensen zeiden zelfs soms, dan deed ze aan Leopold of zoiets, aan zo'n oude begin 20e eeuwse schrijver denken. En dat is allemaal prima. Maar ik ben natuurlijk heel erg met muziek bezig. Ik had die voorstelling gemaakt, die heeft me heel erg veel geleerd over dat je toch, als er een kernachtig verhaal is, dat je heel ver kan gaan in zijstappen en muziek. En ik heb een hoorspel voor de radio geschreven. Dat leerde eigenlijk dezelfde les. Ja. Dat je met klank al heel veel kunt doen. Ik had ook nog zo'n gifgroen dingetje gezet bij pagina 17. Ben ik benieuwd. Leviathan.
Hij laat een spoor van lichten achter, alsof de zee met zilverwitte koppen is bekroond. Dat vind ik bijna een soort liedtekst. Hoe is deze gekomen? Ja, dus ik heb die hetzij uit mythe, hetzij uit die popliedjes. Dan heb ik dat zelf of de vertaling van Ovidius genomen, of ik heb het zelf vertaald als het zo'n liedtekst was. Ja. En ik wilde het niet als een motto, zoals je dat normaal hebt, wat er zoiets van, dat heeft iets erudiets vaak of zo. Ik wilde het als een soort van stemvork. Hier gaat het over. En ik denk dat dit uit de Bijbel komt, uit de Statenvertaling. Als ik erin zit, dan weet ik het allemaal. Ja, en dan als het klaar is, dan weet is ik het allemaal niet meer. Alweer een nieuw boek. Maar veel songteksten zijn natuurlijk in het Engels. Die heb ik vertaald en die heb ik niet expres niet letterlijk vertaald. Heb ik echt geprobeerd een soort poëtische taal van te maken. Zodat het een soort geheel zou worden. En het gedicht ernaast, hoe kunnen gekken ook moe worden? Dat komt uit Kafka. Dat is Willem van Toorn vertaald. Ja. Dat je een van de twee wilt lezen? Ik zou die... Hij laat geen spoor, een spoor van lichten achter. Hij laat een spoor van lichten achter. Alsof de zee met zilverwitte koppen is bekroond. De Fiat dan. Je was niet waar ik je altijd vond. Zag wat jij moet hebben gezien. Het licht dat op het water speelt en seint. Kom nu gauw hier. Ik deed mijn schoenen uit. Keek al op pad plots achter me. Ineengedoken onder gewas, zat je het hoofd in handen. Ik draaide me om, tilde je op. Klemde je in mijn armen tot het beven stopte. Mijn handen je kou overnamen het spoelhout dat je bakerde. En ik zei, vertrouw me nou. Zag hoe huiver je doortrok, hoorde toen de stem ook. Waag het eens hem aan te raken. Ik keek in een verweerd gezicht. Door wezensvragen afgetopt, zei je, weet het toch nog. Als er iemand dient te zijn die de verwijten moet dragen, schuift de schuld dan op mij. Alsof het daarmee is opgelost. De wijzer die vaststaat loskomt, weer plotseling verspringt, zei jij. Het ogenblik van ons wegkijken ten lange leste toch ten einde is. Je weet dat het eerder al verdween. Er is een ander begin dan hetgeen jij zoekt. Kom naar huis, zei ik. Kijk eerst eens, zei je. Kijk nou eens. Ik zag de fijne glinstering op het water en zei, goed, ik ga. Je weet waar je me vindt. Ja, dat weet ik, zei je. Terwijl je in de verte achter me keek en kalm weer ademde. Ik ben daar geweest. Ja, mooi. Ja. Heb je een Bijbel op je werkblad liggen? Nee, wel de Ovidius. Ja. ik speur wel veel in de Statenvertaling die in zijn geheel op internet staat. Aha. En dan zoek je regels of je zoekt? Ik heb een aantal thema's die nu gewoon... Ik heb ook bedacht, dit is het eerste deel, er komt een bundel in in juni is het tweede deel. Ik wil een drieluik eigenlijk maken. Het zijn allemaal heel andere boeken, maar voor mij hebben ze met elkaar te maken. En daar, zodat die thema's bij elkaar komen. En die mythologie, dat loopt bij mij een beetje door elkaar heen. Dus ik heb veel Griekse mythologie gebruikt. Maar in de nieuwe bundel, en dat zat ook in die voorstelling, komt bijvoorbeeld de mythische vogel de Sis uit de Joodse mystiek voort. En de die vormt een drie-eenheid met de Behemoth, dus het landwezen, en de Leviathan, het zeewezen. En dat zeewezen komt dan toevallig in de Bijbel ook weer voort. Ik wilde die Behemoth ook graag hierin hebben, maar daar heb ik nog steeds geen goed gedicht voor. Misschien omdat ze er nog steeds niet uit zijn of dat nou een krokodil of een nijlpaard of een leeuw of een... er zijn allemaal verschillende dingen door elkaar. Ja, dus daar heb ik heel erg... Op het moment dat het thema zich aandient, dan probeer ik daar de uiterste consequentie van te vinden. Ja. En dus bijvoorbeeld het titelgedicht.
Ja, dat heb ik hier ook, de pagina 22. Daar komen allerlei, er zijn allerlei verhalen die verteld werden. Dat zijn eigenlijk Nederlandse volksverhalen over het algemeen. Die verteld werden van natuurlijk om te zorgen dat kinderen niet bij het diep of de gracht of de weet ik wat kwamen. Allemaal hele enge verhalen over wezens die onder water trekken en die dat soort dingen doen. En daar kwamen die woorden van. En daar is uiteindelijk het hele... Wim lezen, 22. Want dit is de titel van de bundel. Ja. Oh, dat is Winterlaken, ja. Ja, Winterlaken, ja. Ja, ja Winterlaken, ja. Ja. De Winterlaken is een klooster over de grens in Bentlagen. Net over de Duitse Nederlandse grens. Net achter Enschede, ja. En daar is een bepaald systeem wat ze hebben, de monniken ooit hebben bedacht om ook in de winter verse vis te hebben. En je hebt dus of met een hoogteverschil of met een soort fuik kunnen ze ervoor zorgen dat de vis wel ergens inkomt, maar niet meer eruit komt. En dan kunnen ze hem dus in de winter makkelijk vangen, maar dan hoeven ze hem niet in de zomer te vangen en in te pekelen of dat soort dingen. En het grappige is, daar heeft iemand een specifiek over dit gedicht in een nieuw boek een hele theorie. En die heeft het hele tijd over Winter Lake. Want als je gaat googelen, dan kom je alleen maar bij Winter Lake. Want dat klooster uit Bentlagen, dat staat natuurlijk pas op bladzijde 480 van Google of zo. En toen dacht ik, Winterlaken, die val, als je dat in meervoud zou zetten, zit je op Winterlaken. Ja, dan wordt dat laken dat... En een winterlaken bestaat wel. Dat was vroeger voor mensen die reuma hadden een extra dik laken. Maar voor mij, als je bij winter denk je aan deken. Dus een winter, een laken is eigenlijk per definitie ontoereikend, is te dun. Ja. En maar dit winterlaken bij jou kun je helemaal om iemand heen trekken. Ja, en dat deed mij dat beeld natuurlijk weer heel erg aan een gebakerd kind denken, waar je het ook zo strak omheen trekt. Precies, ja. Ja, nee, dus ja. Al die, zit het helemaal aan elkaar vast. Op een gegeven moment heb je al die associaties en als je geluk hebt, dan valt het weg. En als je dan nog meer geluk hebt, vind je lezers die associaties met je mee willen bewegen, willen lezen. Er is in het begin wel eens iemand geweest die noemde dit dan referentiële poëzie. En dat is het volgens mij helemaal niet. Dus referentiële poëzie, dat bedoelt dat je het ergens over hebt, maar je benoemt niet waarover je het hebt. En dat kan de lezer dan raden. En dan, volgens mij is het heel duidelijk waarover het gaat, ook al blijft er heel veel oningevuld. En ik heb allerlei associaties en beelden die mij volgens mij helpen om waar het over gaat over te brengen. Dat zal niet bij iedereen lukken. Maar ik geloof niet dat het in die zin onhelder of vaag is. Het is alleen, je pint het niet vast. Dat is het verschil. Winterlaken. Van op de steile helling waar ik stond, wachtte ik tot het winter werd. Het water daalde. En jij wellicht, zonder het te weten, de kom inzwom. Pas weer terug kon keren in de zomer. Soms kwam je even boven. Smeekte me steeds met je ogen je vrij te laten. En terug te brengen in de stroom die je zonder opzet verliet. Ik zal het doen, zei ik. Als jij me zweert dat je terugkeert, elke winter weer. Ik keek hoe je uit het water sprong. Naar ik dacht om dichterbij te zijn, dan terugviel. De lippen opende, maar niet zij, omdat de adem je ontbrak. Ja, dan de winterlaken, die zit verderop. 39, zie ik. Ja, die is... De tegenhanger. Die is heel lang, ik weet niet, wil je een stukje of... Ja, lees een fragment van waar je denkt, dat is een voorbeeld van hoe het gedicht loopt. Graaf in een rechte lijn van de oeverland inwaarts. Draai wanneer je diep en ver genoeg bent. Blijf draaien, als een slakkenhuis, een spiraal. Zo ontstaat een fuik. Wie daarin zwemt, komt er nooit meer uit. Vissers gingen scheep hier. Bezwoeren hun geliefde terug te komen. Hier stapten de vrouwen van de kade, ontblootten hun geslacht aan de zee. Die zelf een vrouw hen meteen begreep. Geloof geen man, maar leid hem weer. Hier ontkwamen kinderen aan hun ouders blik, die ze eeuwig zoeken bleven, onophoudelijk in het water staarden,
Wepel bleek het, wat ze niet begrepen, zolang ze de leegte niet met eigen ogen zagen. Hoe zij zich uitstrekt, de verte, niet langer te overstijgen is, door een stap te zetten, de wil op te schorten, weg te kijken. In ons midden groeide een stekende heg, waarin elk zijn stremsnede heeft gezet. Op het droge wacht, een teken van reden, een uitgestoken hand. Zie hoe onze voeten elkaar raken, één van ons vier rechtop blijft staan, terwijl die diep onder water is, verder zal dalen, wanneer de ander klimt, alleen verdwijnt, als ook hij verdrinkt. Zullen we dan maar gaan, jij of ik, de zwaarte diepte in, onder water wonen, als waarschuwing, voor wie nadert, nadert, zal ik het in zwart wezen zijn, dat zoveel koppen heeft als wie hem ziet, angsten kent in zijn hoofd, nog altijd de stemmen hoort, die hem daar hebben weggeleid. Kom niet dichtbij. Ja. Ja. Het is toch mooi dat, zoals je het voorleest, er zit nu een klank van een sprookje in. En het andere, de vorige gedicht, dus werkelijk liedachtig. Dat dwingt, die tekst dwingt dat toch ook af. Dus wat ik ook in dat korte inleidingje zei, dat er zit een afwisseling tussen het vertellende, het verhalende en het voortdurend beeldende gekoppeld. Ja, en deze is dan het extreem, omdat hij heel veel wisselt in die registers. Meestal is het één register per gedicht. Er zitten wat dingen uit proza of theaterachtige dingen. Dat zijn allemaal dingen die ik achteraf dan vaststel, hoor. Dus niet dat ik dat denk van, ik moet dat erin. Nee. Maar dat klopt, ja. Ja. Je schrijft je dus als het ware naar een thema toe. En als je weet dat het dat is, hier bijvoorbeeld het water, wat een heel belangrijk element in de hele bundel is. Ja. Dan weet je hoe je verder moet zoeken. Of laat je dan ook nog gaan? Of komt het vanzelf? Ja, ik laat me veel gaan. En soms zijn er, dit gedicht bijvoorbeeld. Ik had het idee dat er een wat langer gedicht, ik dacht ook eigenlijk dat gelijk dat moet het titelgedicht zijn, in moest. En ik ben iemand die eigenlijk redelijk in een roets schrijft, dus dan wel eigenlijk in vrij korte tijd een eerste versie heeft. Mm-hmm. Daar ben ik dan nog wel, als ik er tevreden over ben, over wat daar mee opgeroepen wordt, nog wel zoet met het zoeken van de juiste woorden en verdwijnt nog wel eens een zin of weet ik veel wat. Maar ik ben niet in die zin een superschaver, zal ik maar zeggen. Of iemand die zo weer breidt en weer uithaalt. Dit gedicht, ik had de eerste strofe en het is een gedicht van 3-4 pagina's. En ik heb eindeloos elke keer weer alles weggehaald tot die eerste strofe. En ik dacht, er moet een lang gedicht in. En op een gegeven moment, toen had ik het. En toen stond hij er vrij snel op. Maar wat ik mijn studenten ook steeds vertel is, je moet eigenlijk die twee bewegingen ook in je schrijven steeds omarmen. Dus je moet aan de ene kant loslaten en zien waar je uitkomt. Niet van, daar moet ik heen. Nee. En tegelijk moet je ook wel een beeld hebben van wat wil ik zeggen en staat dat daar dan? En als ik hem zo lekker vrij associërend bezig ben, dan denk ik zo, maar wacht even, dit klinkt wel leuk, maar dit zegt eigenlijk helemaal niet wat ik, soms zegt het precies het tegenovergestelde. Dus dan moet dat toch weer weg. Ja, ja, ja. Nu ben je bezig met het voorbereiden van een nieuwe bundel in juni, zeg je net. Ja, dus dat is de laatste fase nu. Dus gebaseerd op het verhaal van Noach en zijn vrouw Naama. Daar moet je even naar zoeken om achter die naam te komen, want die wordt meestal niet vermeld. En dan hun zijn kinderen. Bijbel is een beetje een mannenboek wat dat betreft. Nou ja, ik kwam daar toevallig op. Ja, nee, het is heel schokkend. Er staat de huisvrouw, geloof ik, in de Bijbel. En van die kinderen, daar wordt eigenlijk over de meesten helemaal niks gezegd. En hun vrouwen. Dat is het. Terwijl ik denk, als die vrouwen niet mee waren gegaan, dan was de wereld natuurlijk alsnog niet verder gekomen. Dus dat is een heel. Er is natuurlijk een groot deel van het schrijven is intuïtief. Dus ik
had in één keer het idee dat ik iets met het verhaal van Noach wilde, maar eigenlijk als een soort, het zal mijn leeftijd zijn, maar iemand die terugkijkt van ik heb iets. Ik moest iets doen en heb ik dat nou goed gedaan? Mm-hmm. Dat was eigenlijk mijn uitgangspunt en dat zou een theaterwerk worden, was mijn idee, maar dat kon niet doorgaan. Dus toen is het in de poëzie terechtgekomen. En dat is helemaal gaan leven. Ik ben in dat verhaal gedoken. Ik heb daar hele rare verfilmingen van gezien en dat soort dingen. Maar alles bracht van alles teweeg. Het frappante van dat Noach-verhaal is dat het overal voorkomt. Toen Columbus de Indianen, toen hij in Amerika aankwam en de Indianen van alles bij wilde brengen, en ze moesten gekerstend worden. En nou, al die verhalen, welk verhaal kenden ze wel? Ja. Van Noach. Ja. De Maasai kenden het verhaal van Noach. Iedereen, het is een van de weinige verhalen die zowel in de Torah, de Koran, als de Bijbel voorkomt. Het zijn natuurlijk allemaal variaties. In een van de allereerste geschriften, het Gilgamesh-epos, wat we kennen, zit een vergelijkbaar iets. Ja. Kijk hoe je het uitlegt waar het voor is. Maar er is blijkbaar een... Maar dan had je wel een hele, hele mooie kapstok te gevonden. Om een hele... Nou ja, het viel natuurlijk... Het viel helemaal samen. Ik ging... Het kwam op, ik ging wandelen... Het was corona, er was niks anders te doen. En ik vond in de buurt van mijn huis, notabene echt op 20 minuten, een heel mooi vogelplas, waar ik eigenlijk nog nooit was geweest. En daar loop ik, als het kan, nu dagelijks een rondje omheen. Dat is een kilometer of 10. Hm. En dat was vorig jaar natuurlijk, het was de hele tijd heel mooi weer. Dus ik liep daar over die zo'n soort dijk, dus nog een restant van de Romeinse tijd ook nog toevallig. En het werd op een gegeven moment heel stoffig. Dus ik was elke keer als ik daar liep, was ik daar van die stofwolken aan het voortbrengen. Ik zette meestal de wekker. Dus dan dat ik echt soms opkomst, dat ik de dieren nog zag. Dat ik er meestal alleen was, dat er nog vossen en alles liep. En dat ging allemaal in mijn verbeelding. Ging ik wel een beetje op. Ik denk, nou, dat is die Noach en niemand die hem gelooft. Van er komt regen, dan zit ik hier in die stofwolken. En dus ik zag dat wel voor me. En dan begon van alles te groeien. En dan liep ik op die dijk en was aan de weerskant was heel hoog, mooi die distels gegroeid. En dan zaten die puttetjes, die mooie vogeltjes en allemaal vlinders. En ik hoorde daar van alles. En ik zag bij elke stap die ik zette, zag ik daar allerlei dieren in bewegen. En ik kom op een gegeven moment kom ik weer terug. En hebben twee mannen van de platoon, die hebben dus die hele dijk alles gemaaid. Ik zie ze nog in een oranje pakken daar staan. En het was zo vol leven. En ik was echt in tranen daar op die dijk. Van wat is dit? En nou ja, daar gaat het boek natuurlijk. Het is niet alleen maar... Jij wil iets uitlezen. We willen nog poëzie horen. Ja. Daar nog even vertellen ook. Poëzie. Ik heb daar een vorm... Hoeveel wil je horen? ik zal één proza gedicht lezen als je het goed vindt. Ja, is goed. Wat specifiek over de vloed en de dingen gaat. En dan zal ik één gedicht lezen wat dan met bij Christus een aansluit als je het goed vindt. Vloed. Ze zullen zien als het grondwater ineens opspuit tot waar ze schijnbaar nog zo even de zon zagen staan. Als het niet uren, niet dagen of weken, maar jaren achtereen regent. Als het water in één beweging de massieve korst van een bergwand wegneemt. Als was het een te zacht gebakken cake. Ze zullen zien en ervaren als ze op de daken, zo ver maar mogelijk is, hun armen uitsteken. Naar wie ze niet zien, maar wie maar in tranen smeken of diegene alsjeblieft ze daar weg kan halen. Waar ze nog maar kort geleden veilig waren en nu van op hun huis toezien hoe het vee door de straten spoelt. Een koe opgezwollen rond haar as tolt en dan in de kolkende vloed verdwijnt. Zullen dan tenslotte zien dat het nergens nog ligt. Tot op het been verkeelt zich tegen een geliefde vleien. En hevig van de gedachten schrikken die de honger hun nu ingeeft. Er is geen eten meer, alleen zij. En ze zagen alles eerder al. Hoe uit het niets een klif afbrak en tot aan de laatste steen wat daar gestaan had in zee verdween. Hoe op slag een hele stad door modder werd overstroomd. Ze wekenlang op televisie getuigen waren van een jong meisje dat vast zat in een put. Nog net haar hoofd boven water hield.
en toen toch van uitputting stierf. Er waren plaatsen waar de bossen en weilanden maanden aan een stuk brandden, waar een half jaar lang geen druppel regen viel. Ze hadden het gezien hoe elders de neerslag niet ophield. En ze zagen, toen bij gebod ze eindeloos inhuizig waren, hoe kikkers en vissen in de grachten terugkwamen, in hun tuinen plotseling vogels zaten die ze daar nooit eerder zagen. Ze in verbijstering, als bij een wonder, opkeken naar de hemel, waarvan zelfs de oudste onder hen zich niet heugen kon dat deze ooit zo wolkeloos blauw was geweest. Het moest wel de ontdekking zijn van een nieuw begin, de ontdekking van een les zo simpel dat eenmaal geleerd, nooit weer. De ontdekking dat wat eens was geweest, ooit niet meer zou zijn. De tijd van toekijken was voorbij. Tot het week, het gebod, en ze uit hun huizen weer samenkwamen, feesten dronken, leefden als eens, niet zagen hoe de lucht betrok, rot- en brandganzen opstoven, terugkwamen, wezenloze rondes vlogen, omdat zij de eerste wolken wel zagen, zagen hoe snel ze groeiden, hoe donker ze waren, hoe snel ze nader kwamen, hoe weinig tijd. De ontdekking zal niet het zien zijn, de ontdekking zal niet het horen, niet het weten, en zeker niet het niet doen zijn. De angst te laten zien zal de ontdekking zijn. En dan... Dus ik begin de bundel met een... Of het eerste gedicht in de bundel, zoals die gaat komen, eindigt met de laatste regel van Alfabet. Het laatste gedicht van de bundel, wat ik nu ga lezen, begint met die laatste regel en eindigt met de eerste regels van het boek. Ook is dus een leesrevelatie. Alpha. Er is niemand meer om ze te dragen. In het veld zijn de bomen leeggeschud, de vruchten verrot. Versteende pitten vormen stil een kringvormig spoor. Ik ben uitgekomen waar ik begon. Ik sta bij het raam en kijk en droom. Van een daad die me tot rust brengt en de kern van mijn naam bevestigt. Ik heb gedaan en nooit gedroomd dat na mijn falen een tweede kans kon komen. Ik sabbelde zuur vlees van een pit en stopte haar in de grond. Ik zal wachten, als het me is vergund, na de daadkracht mijn kalmte hervinden en uitzien over het veld, bij de eerste stap wie zich meldt herkennen. Het bestaat. Een zoon brengt zich tot inkeer, komt op ieder voornemen terug en draait om. Door spijt of meelij gedreven, ziet wie lief had soms plots hoe zij volgt wat zij ontlopen wilde, voelt vruchten pitten onder haar blote zolen en kijkt weer uit naar wie haar opwacht, al de tuindeur opent, haar herinneren zal aan de overeenkomst van hun namen, aan de vergleden dagen waarop zij overeenkwamen, hetzelfde zagen en zonder een gewisseld woord beaamde. Ze bestaan. Abrikozenbomen bestaan. Abrikozenbomen bestaan. Varens bestaan. En bramen. Bramen. En broom bestaat. Ik vind het toch werkelijk... Ja, mooi. Maar ik vind het toch werkelijk... Het is van tevoren niet afgesproken. Nee. We hebben het van tevoren niet afgesproken. Dat is wel eens eerder gebeurd dat het dan zo in elkaar valt. Ja. Dat het, maar het is wel heel erg bijzonder dat jij daar nu mee bezig bent. Ja. Mooi. Ja. Mooi. Ja. Ja. Ja, dus de bundel gaat het Drogsyndicaat heten. Daar zit al in natuurlijk de drogreden of de cirkelredenering. Dus het begint met omega en het eindigt met alfa. En komt er steeds in. Ja. Cirkels weer uit. Ja. Oh, mooi. Wil je het zelf nog iets zeggen? Voor de goede gemeente? Of nog een kort, een kort gedicht voordragen om af te sluiten uit Winterlaken? Zal ik er nog eentje doen? Ja. En dan nog één vraagje. Ja. Dat is over het dialect. Heel af en toe spreken ze effekens en zo met elkaar. Ja. Is dat er toch ingeslopen?
Dat heeft met die voorstelling te maken. Ah ja, dat dacht ik. Dus ik kreeg het aanbod, Dichters in de Prinsentuin is in Groningen. En ze wilden een voorstelling met muziek en tekst, zoals ik al zei. En verder was alles vrij. En ik kreeg heel weinig tijd. Maar ik vond het zo'n mooie opdracht. Ik dacht, ik ga dat doen. Maar ik dacht, als ik moet nadenken waar het over gaat, dan kan dat niet. Dus ik moet snel beslissen. En toen zeiden ze, van, het wordt waarschijnlijk, is uiteindelijk niet gebeurd, opgevoerd in de synagoge van Groningen, de oude synagoge. En mijn schoonfamilie zijn Joodse Hongaren. En ik dacht, het gaat over muziek. Ik moet gewoon misschien maar bij de muziek beginnen. En heel dichtbij, ik begin met de lievelingsplaat van mijn schoonvader, die mij gegeven heeft. Toen ik om de hand van zijn dochter vroeg. En dat is de plaat van Béla Bartók, Contrasten. Ah. En dat was een ontzettend leerzame ervaring. Daar zal ik verder niet over uitweiden. Maar dat is een bizar en briljant stuk wat ooit besteld is door Benny Goodman, de jazzklarinetist. En ik dacht, ik moet dus iets met dat thema, laat ik maar gewoon kijken. En ik ging me een beetje verdiepen in wat er met de Joodse gemeenschap in Groningen was gebeurd. En daar kwam ik op een gegeven moment in een boekje een grafsteen tegen, die ergens geplaatst is, of een gedenksteen. En er stond alleen maar op, ze kwamen niet terug. En in de beschrijving van de Joodse wijk in de stad Groningen had iemand gezegd, ze waren verdwenen, het was alsof het water boven hun hoofden gesloten was. En toen had ik die twee beelden en daar kwamen de dingen uit voort. En dan ga ik vanuit al die associaties denken. En toen dacht ik, maar dat is ook wel leuk om daar Gronings woorden in te zetten. En het andere is dat het soms gewoon uit nood geboren is. Dus op een gegeven moment, als ik dan zo'n bundel doorga en dan denk ik weer leeg. Of alweer, dat heb ik dan wel zoveel keer gezegd. En voor sommige woorden zijn best weinig synoniemen. En dan ga ik zitten kijken en dan kwam ik wepel. Ja. En ik had het in geen van mijn andere bundels gebruikt, want daar zou het niet passen. Maar hier in de klank, ja, hier past het eigenlijk wel. Ja, soms springt het er ineens weer uit, ja. Ja. Dus ik vind wel dat het in de nieuwe bundel zullen dat soort woorden ook weer een plaats vinden. Maar het kan best zijn dat de bundel daarna, ik heb ook wel weer een soort verlangen om zoiets als in mijn debuut, zo heel puntig. Dat ik dan de volgende keer denk, ja, dat moet gewoon leeg zijn. Dat weet ik. Maar nu nog één uit Winterlaken. Had je daarvoor? Nee. Oh, jij hebt er één. Ja. Alleenlijk roerde zich haar lippen, maar haar stem werd niet gehoord. Samen wel. In volle vaart gegrepen en opgetild. Waar je valt, zul je geworteld zijn. Een onbekende buigt zich boven je, zegt, zie, hier ben ik, omdat je me riep. Als je me niet herkent, herhaal ik het gezegde. Je zult me verlaten, zodra je hier vandaan kunt. En tenslotte bezonnen zien dat ik daar nog sta, waar je weifelend weer terugkeert. Je vroegt, tot ik je van je spijt ontdoe, ik de wanhoop in je angst voel en je splijtende woede voed ik je. Eer wat je wankel maakt, je verlaat. Breng geen woord uit wanneer je weer gaat. Ik heb de stemmen die je wegleiden gehoord. Zal in het water blijven staren tot je je omdraait. Je handen onmachtig uitsteekt tot ik je heb. In een laken wikkel. Warm hout in de winter, wat je niet kunt verteren, voor je fijnkou. En voer tot je weer verzadigd zult zijn. Op hun bevel breekt wat wij zo toegewijd om ons hadden gevormd. Blind je hun slinkse zingen volgt. Weer daar bent waar eerder we al samen waren. En ik meen dat je me dan eindelijk herkent als ik opnieuw zeg, hier ben ik. Omdat je me riep. Opnieuw zie hoe het water je met kracht omlakent. Als jij omdraait, nu of later, sta ik er. Dankjewel, Michel. Graag gedaan. Ja. En hopelijk de volgende keer weer met live publiek. En anders doen we het nog een keer zo.
Bedankt. Dank.